Kan hij een wortel doorknippen? Ja. Dan kan hij ook onze vingers. Ja. Ik heb vandaag expres mijn hechtset meegenomen. Ik ga je nu niet mijn eieren geven. Oh. Nee. Dit zijn Emma en Jurre. Samen geven zij zich over aan de natuur. Onder toezicht van bioloog Roy en dokter Addy worden zij gestoken, gebeten en geprikt. Nee! Zijn onze wilde dieren echt gevaarlijk of is de angst groter dan het gevaar? We komen erachter wanneer de wilde dieren steken en prikken. Ja, je denkt misschien wat gebeurt hier. Maar ze is maar aan het scheren. Ah. Een scheermesje. Jurre was die van hem thuis vergeten, dus ik heb ze even uit de zee gevist. Welkom bij Steken en Prikken. Vandaag wordt één van ons gestoken door... Babam. Ah. Staat al klaar? Jeetje, Roy. Ja, haal het doek er maar af. Zeg maar hallo tegen de Canadese kreeft. Oh my god, wat is die groot. Echt zulke scharen. Zulke voelsprieten, antennes, heel groot lijf. Veel pootjes, haken, scherpe punten en gewoon viezigheid. Oh, hij heeft zulke grote scharen. Ja, want steekt, bijt, prikt, knijpt. Knijpt, ja. Hij knijpt. Hij heeft twee scharen en allebei hebben ze een andere functie. Misschien kunnen jullie goed kijken of je kan zien welke is. Hij heeft er één om te kraken en één om te knippen. Dus één is een soort walnotenkraker, ja. En de ander is een schaar. Een soort, ja, scherper. Nou, ik zie inderdaad wel dat één is wat ribbeliger en groter en de ander is wat scherper en puntiger. Nou, we gaan natuurlijk voor de scherpe, hè? Ja, we gaan voor die soort van heggenschaar daar. Oh god. Maar waarom heeft hij van die grote scharen? De kreeft die eet echt van alles wat hij op de grond kan vinden. En daar kunnen dus ook dode vissen tussen zitten, dode krabben. En dat kraakt hij dan allemaal door met botjes en al. Dus ja, hij heeft zijn scharen daar echt goed voor nodig. En wat je ook kan zien is dat hij nog veel meer pootjes heeft. Eigenlijk zijn de scharen overgrote voetjes. Ja, hij doet nu dit zo, bij zijn mondje zo. Ja, hij heeft bij zijn mond een paar monddelen waar hij mee kan poetsen. En hij heeft in totaal 10 poten, waarvan de voorste twee dus eigenlijk scharen zijn. Dus 8 gewone pootjes en 2 scharen. En die pootjes, dat vind ik wel grappig. Daar zitten ook kleine schaartjes aan. Super grappig. Ja, heel grappig, ja. Dan moet je kijken, hij loopt dus eigenlijk op het puntje van zijn schaartjes met die 8 achterste pootjes. Oh, dus eigenlijk heeft hij 2 tenen. Ja, daar lijkt het een beetje op. Oké, maar kunnen we alsjeblieft erachter komen wie er geknepen gaat worden? Wil je niet nog wat meer weten over Nee, ik wil eerst gewoon mentaal daarop kunnen voorbereiden. Er is toch wel veel te vertellen, hoor. Ja, dat is alvast. Degene die geknepen gaat worden door de Canadese kreeft is... Oh god. Ik haat dit. Jurre, kijk me niet eens aan. Nee. Kom op, Jurre. Het is... Jij, Roy. Jurre. Oh. Yes. Yes. Is het raar dat ik spring? Ik ben hier in niks blij mee. Ik kijk er echt ontzettend tegenop. Dat vind ik echt niet leuk. Oh, dan ben ik blij. Dankjewel. Nou, nee, dat vind ik echt niet leuk. Ik had ook al die krap. Ik ben wel echt heel erg bang dat hij niet loslaat. Dat is denk ik mijn grootste angst. Addy, hoe gevaarlijk is dit? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb vandaag expres mijn hechtset meegenomen. Dat als de huid kapot gaat, dat ik het wel weer aan elkaar kan naaien. Kan hij een wortel doorknippen? Ja. Echt? Dan kan hij ook onze vingers doorknippen. Dit is dus de Canadese kreeft. En die komt, zoals de naam al verklapt, uit Canada. Maar de afgelopen jaren is hij ook in de Nederlandse wateren te vinden. De Canadese kreeft en alle andere zeekreeften blijven hun hele leven groeien. Naarmate zij ouder worden, vertraagt de groei wel iets, maar stopt het nooit. Een Canadese kreeft kan wel tot 1 meter lang worden. En hoe groter de kreeft, hoe pijnlijker de kneep. Ik moet zeggen, het lijkt best op een zeemeerminstaart. Ja, dat klopt. Qua vorm lijkt het er een beetje op. Alleen deze staart kan ook onder het lichaam klappen. Bij de vrouwtjes bewaren ze daar de eitjes in als die bevrucht zijn. Weet je, dat ga ik je laten zien. Wacht even, dan heb ik even wat nodig. Nou, ons laten zien. Je zou het niet verwachten, maar het staat gewoon naast me. Oh. Ik heb een uitdaging voor je, Emma. Stel, jij bent een kreeft en je hebt eieren. Dan wil ik je uitdagen om deze balletjes, want het zijn balletjes, ook bij de kreeft. Kom maar met de eitjes. Dan heb ik voor jou de uitdaging om die eitjes nu vast te houden op een manier, zodat je net zoveel eitjes kan vasthouden als dat een kreeft doet. En dan ook nog kan lopen, gewoon om even te laten zien hoe lastig dat eigenlijk is. Doe zo. Ja. Hoeveel tijd hebben we? Hoe lang duurt de zwangerschap van een kreeft?
Oh, die kan de hele winter lang de eitjes nog bewaren. We hebben een paar maanden. Nee, voor jou hoeft het niet zo lang te duren. Ja, maar doe rustig, rustig. Geef jou... Nee, je moet het met de onderkant doen juist. Wat? Dus niet... De onderkant? Je moet het tussen je benen klemmen, toch? Dat nou, het maakt me niet zo heel veel uit hoe je het doet als je maar ziet hoe lastig. Nee, want je moet het doen zoals de kreeft doet. Ja, de kreeft doet toch zo? Nee, kijk maar, die poten zitten hier voor je. Ja, maar dit is toch mijn staart? Ja. Ja. Nee, je benen zijn je staart. Nou, ja, dat is toch een beetje lastig. Maar ik kan toch niet zo gaan doen? Dat kan toch niet? Oh, ja. Nee, dat kan toch niet, Jurre? Kom nou. Ik ga je nu niet mijn eieren geven. Nee. Go! Oh, allemaal eieren. Oh, er gaan twee kinderen vallen op de grond. Twee baby's. Oh, hou goed vast de eieren. Nog meer eieren. Hier, doe ze erop. Voorzichtig. En dan willen we oh nee. En dat je dan nu gaat zwemmen. Kom, ga zwemmen, Em. En dat er ook nog vers water langs de eieren blijft. Ja, precies. Nou, zwemmen, Em. Nou, zo doen kreeften dan. Oh, je kliest je maar. Oh, nee, de eieren. Oh, nee. Duidelijk geen kreeft. Dit lukt niet. Nou, ik vond een goede poging. En de kreeften die doen dan dus met de poten die ze nog over hebben, wapperen ze zo wat zuurstofrijk water tussen de eieren door, zodat die eitjes ook nog regelmatig van zuurstof worden voorzien. En dat kunnen ze tijden volhouden. Maar ik ben zo bang voor die scherpe schaar. Want als die een prooi pakt, doet hij dat dan met zijn knijpschaar of met zijn scherpe schaar? Als het een levende prooi is en die moet hij strak vastpakken, dan gebruikt hij eerst vaak de scherpe. En dode, die breekt hij eerst midden met zijn dikke schaar. Oké, mag ik één ding voorstellen? Mag het in mijn been? Je been? Je been. Ga je broek uittrekken? Ik denk dat als ik het iets lager in mijn lichaam opzoek, dat het minder eng is. Nou, je mag wel je voet. Welk deel van de voet? Als ik een kreeft was, zou ik de buitenkant zo van de voet. Hier. Andere kant. Deze kant ja, hier. Ja, daar zitten wat minder. Oh, dat is wel moet zacht, hoor. Moet straks nog lopen. Ja, nou. Jullie weten dat misschien niet, maar ik kan een geheimtje verklappen over Emma. Zij houdt namelijk heel erg van voeten. Echt waar? Oh, daarom doet ze dit nu ook. Oh, pas op de kreeft. Dit is niet grappig. Nee. Zullen we naar het knijpmoment? Echt zo onnodig. Ja, klaar voor? Yes, ik ben er klaar voor. Oké. De krachtpatsen van de zee. En ook nog eens heel lenig, want ze kan alle eitjes zo vasthouden onder de staart, al zwemmend door de zee. Magnifiek. Oh. En ze heeft dus een soort knipschaar en een knijpschaar. Welke wil jij liever, de knip of de knijp? De knop. Nee, de knip of de knijp? Knap, knip. De knip of de knijp? Knip, knip, knap, knop, knip, knap. Oké, ja. Roy, hoe gaan we dit doen? Nou, jij wil je voet. Dus ik dacht, als jij dan je voet hier op de tafel neerzet... Ja, want dan kan ik me gewoon zo vasthouden. Grap zetten, ja. Oké, daar gaan we. De Canadese zeekreeft. Het is tijd. Roy pakt de kreeft. Oh, wat is die groot? Dat is dus het zwemreflex die je ziet. Ah! Nee, wacht, ik ben er zo bang. Ineens voel ik ook zo'n paniek, omdat mijn voet gewoon zo kwetsbaar daar op tafel ligt. Durft het niet. Jawel, je durft het. En ik het ook eigenlijk heel eng vind dat ik mijn voet dus niet zo makkelijk weg kan trekken. Je durft het wel. Oh, kijk hoe scherp die peentjes zijn. Is dit echt zo scherp of ziet het er alleen maar scherp uit? Het is wel een klein beetje scherp. Je kan hem even met je vinger lang. Oh. Zag je hoe snel die hem dicht deed? Ja. Ik durf dit niet. Jawel, je durft het wel. Oh. Het komt uit mijn tenen, die stress. Dat is gewoon zo intens. Ik doe niet mijn voet, ik durf dat niet. Oké, we hebben het de hele tijd over die voet gehad. Oké, dus mijn voet gaan we niet doen. Ik ga het gewoon met mijn hand doen. Oké, dan gaan we. Ja, 3, 2, 1. Zo, hè? Ja. Ah. Ik wil zo graag het gewoon gehad hebben, dat moment. En het gewoon doen. Maar mijn lijf die reageert in een soort van paniek. Dat ik gewoon terugtrek. Ah! Oh! Ja, ik ging het! Bijna. Wacht, ik heb zoveel stress in mijn lijf. Ik kan dit niet. Ik zit in zo'n oorlog met mezelf, want ik wil mijn hand erin, maar ik ben zo bang dat ik het gewoon niet durf. En op een gegeven moment denk ik, ik moet nu mijn hand ertussen doen. En ik doe het. Ja. Ik doe mijn hand ertussen en de scharen gaan dicht. Ja, nu wel. Nu zie ik hem. Hij zet nu een beetje kracht. Terwijl ik met mijn hand erin zit, voel ik hoe scherp die tandjes zijn. En die zijn echt wel heel erg scherp. Uit hem dicht. Tijd voor de kijkersvraag. Amber vraagt, zou jij je haren laten knippen door een kreeft? En zo ja, welk kapsel zou je willen? Ik zou een boblijntje nemen en ik zou het zeker laten knippen door de kreeft, want hij heeft hele scherpe scharen. Ja, want voelt het een beetje hetzelfde als een schaar? Nou, ik voel dat de kleine haartjes, die zijn best wel scherp.
Ja, die zie ik ook. Oh, kijk, hij heeft me echt vast. Hij heeft mijn hand echt vast, maar hij zet niet door. Hij is nu aan het loslaten. Laat hij loslaten? Je ziet hem echt open. Ja. Oké. Het is best wel scherp, maar hij knijpt het niet heel hard dicht. Weet je, zijn scharen zijn gewoon heel scherp. Dat heb ik echt wel gevoeld. En als hij gewoon bang is of zin heeft om ruzie te maken, dan denk ik dat hij echt wel hard kan knijpen. Nou, ik ben denk ik echt duizelig van hoe gestrest ik was. Ik geef even dokter Addy een plekje. Goed? Ja. Oké. Oké, Addy. Wat is de schade? Ik had me zo goed voorbereid. Ik heb echt extra verband meegenomen, extra pleisters. Ik heb zelfs mijn hechtset meegenomen. En wat krijg ik? Ja, ik zie echt gewoon helemaal niks. Nee, het enige wat ik wel eigenlijk voor jou had kunnen gebruiken vandaag waren kalmeringstabletten. Ik had wel een beetje met je te doen, maar jeetje mina, jouw hartslag die moet echt door het dak zijn gegaan. Oké, maar even hypothetisch gezien. Stel dat ik hier wel had gezeten met een snee en hij had door dingen heen geknepen. Wat had jij dan gedaan? Kijken, afspoelen. En als het echt hard aan het bloeden is, dan moet je zorgen dat je het goed afdrukt, zodat het bloeden stopt. En daarna, dan ga je eens kijken wat is de schade, moet je naar een dokter, moet het gehecht worden. Maar als het bloed, gewoon even goed met een gaasje afdrukken. Zo blij dat het niet hoeft. Oké, hoeveel pijn deed het op de schaal van 1 tot 10 op de pijnometer? Oké, en als 1 een kusje is en 10 een heel stuk uit mijn hand eruit? Vinger eraf. Vinger eraf. Minstens. Dan geef ik deze kreeft een 1. Ah. Ja. Want het was wel een beetje scherp, maar het deed absoluut geen pijn. Oh my god. En goed dat je zegt deze kreeft, want ik weet echt zeker dat kreeften die groter zijn of andere kreeften ook maar zo is, echt wel schade kunnen aanrichten. Ze knijpen mossels door, hè? Dus ja, ze kunnen gewoon echt wel wat. Ja, en als je vinger er echt af ligt, dan geef je hem wel een 10, denk ik. Dan geven we hem een 10. Dat is een 10. Nu staat hij gewoon op level van de mier. Ja, maar we hebben toch ook maar 1 kreeft getest? Ja, ja. We moeten het 100 keer doen en dan het gemiddelde nemen. Zullen we dat doen? Ja. Nee. Nee, oké. Heb je nog pijn, Jurre? No. Nee? Zwaai er altijd even uit, die pijn. Ik ga er even uitzwaaien. Ja. Yeah. Ik wil ook een keer een 1.